van Godstaar. We gaan naar Antwerp Centraal. Nu op de trein richting Antwerpen. Dat is ons uitzicht. Waar is die andere? Iemand heeft mijn zwart op mijn doodskaart. Op mijn doodskaart. Ik heb een zwart kaart, maar ik was op mijn doodskaart. Zo, wat? Zo, maar ja. Dus we zijn nu afgestapt hier, daar zijn we nu. En we gaan eens kijken waar dat oma en Anneke is. Je hebt een spoor 5, dus dat moet normaal hiernaast liggen. Dus we gaan eens op zoek naar de dames waar ze zijn. Dus die gaan ook wel wat verschieten, denk ik. Dus we gaan zien. Een tweede camera erop. Maar dat is juist het leukste eraan. Dus we gaan eens kijken waar ze zijn. Het eerste begint al waar is spoor 5, ligt dat er juist naast. Of ligt dat juist daar, dus wij gaan het gewoon beleven. Dat is hier is spoor 5. En die trein is ook juist aangekomen, dus het kan niet moeilijk zijn om ze te vinden. Dus we gaan eens kijken. Hè. Ze doe ik altijd wel een klein beetje wandelen, want ja, ik zit helemaal van achteren. Dus we moeten helemaal naar voren wandelen en ja, dan is het gewoon spotten. Het is gewoon zo. Het is gewoon wandelen totdat je ziet. Hè. Dus, het is wel spannend. Ik wandel wel een beetje door. Anders dan nemen we misschien 2 aan. Dus ik wandel wel een beetje door. Totdat we ze hebben. Normaal gezien zouden we ze hier ergens op de deur komen. Spannend eigenlijk. Ik had al gedacht dat ik ze al meteen zou gezien hadden. Maar nee, ik heb ze nog niet gezien. Spannend. Spannend. Ik denk dat we bijna aan het eind zitten. Dus we het niet hebben gezien. Ik beleef het veel dat ik het beleef. Ah, daar staan ze. Mijn dames, ze staan daar. Ik ga een beetje doorstappen. Dus ik denk niet dat ze me hebben gezien, denk ik. Ik weet het niet, maar ik zie ze wel. Dus we gaan eens kijken. Hè. Daar staan ze, zeg. De dames. My, my, wat een kilometer. Daar staan ze, zeg. Hier zijn we dan. En dan zou ik nu nog niet op de trein, maar ja.
Allee. Ja, ik in paniek. Ah, jongen, ja, ik zeg, omdat ik de trappen op en af moest, zeg ik, ga op tijd. In één keer komt daar een trein toe, allemaal aan te lopen. Die meneer stopt uit, ik zeg, sorry meneer, is dat al die trein? Ah ja, madame. Ik zeg, dat kan niet meneer. Ik zeg, maar die van 35. Nee, dat is een dine. We lachen toch? Ja. En waar gaan we naartoe? We gaan naar de Primark. Veel centjes opdoen. Veel centjes opdoen. Allee, ja, veel ja. Centjes opdoen. Dat ze de chocolade maken, dus je moet er eens zien. Dat vind ik wel interessant. Misschien komen we tegen. Ah ja. Dat is ook niet meer open, hè. Zo van die... Nee, precies, visjes en hartjes en al, alles zonder suiker. Appeltjes met karamel. Ach, karamel, dat mag ik niet. Zouden ze met die crunchy ook hebben? Dat weet ik niet. Je zou dus moeten vragen, hè. Lekkere vanille. Kijk, ik heb hier dat. Ze heeft met tekst. Schoon, hè. Lovebox. De Antwerpse handjes. Amai, het is typisch voor Antwerpen, de Antwerpse geladen. Kijk, dat wil ik erin. Dan moet je het krijgen, dat wil je niet meer. Mijn eigen blokshop, zeg maar. Ja. Oh, dat is goed. Ja. 20 euro de kilo. Ja, dus dat gaat er bijna verplicht van een kilo te kopen, hè? Oh, nee, dus ja. Chocolade, die maken ze niet. En hier heb je nog de lettertjes. Dus als je de letters moet hebben, allemaal het alfabet. Het is hier wel mooi, hè? Nog geen zin in chocolade? Ja, ik heb zin in chocolade, maar hier is geen suiker vrij. En waar heb jij zin in ondertussen? In alles. Dus we zijn hier even aan het kijken wat ze moet hebben, hè. Kan niet. Ja, dat is die broek. Dus oma is daar aan het kijken. Ja, dat is die broek daarvan. En zij is nu aan het kijken naar deze. Ja. Ja. Het is gewoon, hè? Dat is die broek daarvan. Ja. Ja. Maar... We zijn op zoek naar een pauwpatroon. Dat is wat we zien. Dus, hè. En daar hebben we juist hetzelfde voor. Dus ik vind het hier niet tussen. We zijn net terug van de Primark en je moet kijken wat we allemaal mee hebben. Hebben we alles gevonden? Ja. Ja. En hier zit alles in, hè? Nee, je moet niet laten zien. Dat is niet nodig. Hier zit alles in, hè? Alles zit erin en alles zit erin. Dat is perfect, hè. Dus we hier even een beetje te wachten, hè. Hier, zo wachten. En het is mooie lucht, want het gaat geen regenen. Maar het is mooie lucht. Ja, ook een mooie, 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 mooie lucht. We zijn hier nu aan het wandelen. En we gaan nog eens kijken wat we nog kunnen vinden hier, hè. Maar het is wel leuk om je nog eens te zien. Hè. Ja. En we zien elkaar binnenkort weer terug. Hè, wanneer dat is een dag, hè? Ja, 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 het is zo'n dag. Voor wij supporteren voor de ballonloop in Sint-Niklaas. Ja. Dan wordt het leuk, hè? Dat gaat heel leuk. Anneke gaat meelopen met u. Ja. 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 Zo moet ik gaan lopen. Ja. Ja. Zie maar dat je. En kijk, ze heeft haar glimlach meegebracht, haar glimlach op de kapas. Easy. Zonnestraatje. Ja. Welke gaat het pakken? Dat is voor de mama. Dat is voor de mama.
deze, als er nog niet is. Hoe het flesje is. Ja, het flesje is leeg. Dat is spijtig. Want die... Hier zijn ze vol bezig met hun handen. En dan gaan ze ruiken. En ruikt het lekker. Ja, rituals, hè? Ja. Alter. Niet gespoond, de mensen. Zeg het. Ben je cool? Oké. Dus, hier kwam ik op. Het was heel mooi. Ik ben hier al vaker geweest. Voor haar was het de eerste keer. Oma is, het, is ook al een paar keer geweest. Dus het is niet de eerste keer. Maar het is hier echt wel heel mooi. Ja, we moeten naar het haar, ja. Ja. Wat zei u? Ginder is de Roosevelt-plaats. Daar kan je de bussen. Ah. Ik heb dat niet zo goed gehoord. Maar ja, ik ga toch liever met een trouwt, dan met de bus. Ja, we zitten hier bij de McDonald's. Een frietje, nugget en een cola. En waar is onze andere, Arthur? Ja, die is veranderd in een zak. Ik dacht dat die veranderd was in een zak. Ja, en ik heb eigenlijk hetzelfde besteld, alleen heb ik een gewone cola. Gewoon een gewone cola gepakt. Dus, en inderdaad, zij is beneden aan het wachten op onze bestelling. Super lief eigenlijk van haar. Dus, en straks zien we die weer terug. Kunnen we misschien die rustig daar even zetten. Dit is ons eten, hè. Het is een heel leuke dag. We hebben heel veel leuke dingen gedaan. Dus hopelijk vond je het een leuke video. Zeker duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. En we zien elkaar morgen weer terug. En vrijdag natuurlijk terug in een gloednieuwe video.